De meeste mensen zijn het er wel over eens dat het nogal belachelijk is dat Yvonne Coldeweyer de op aandacht vers op de Rachel Hazes geen gecremeerde kroket meer mag noemen. Op Saskia Belleman, de rechtbankverslaggever van de Telegraaf, nadan. Zij maakte vrijdagavond bij Eva Jinek wel heel duidelijk dat ze walgt van juice-kanalen. Saskia lijkt het kroketverbod van de rechter wel prima te vinden. Volgens haar is de vrijheid van meningsuiting niet in geding en is men nog steeds vrij om met kroket te schelden. Alleen niet in deze context, niet op deze manier, niet voor eigen gewin, niet als het niet gaat om een algemene misstand. Dan mag het gewoon niet. Nou, dat zijn een hele hoop voorwaarden voor zo'n simpel schimpnaampje. Volgens Saskia heeft Yvonne het allemaal over zichzelf afgeroepen door haar Hazes juice niet aannemelijk genoeg te maken. Dat heeft Yvonne Coldeweyer op geen enkele manier gedaan. Zij ziet zichzelf graag als journalist, geloof ik, maar dat is ze niet. Die Yvonne kan maar beter oppassen, sneert Saskia verder nog. Het kan absoluut gevolgen hebben voor haar businessmodel. Ik denk dat ze zelf dat gevaar nog niet helemaal inziet, maar dat kan wel degelijk. Wat een slap verhaal, reageert Yvonne in een juice-video. Saskia Belleman, ik zag jou wel bij Jinek, wat jij daar zegt, dat het hier helemaal niet gaat om vrijheid van meningsuiting, want dat ik gewoon kwetsend ben. Af en toe kan ik gewoon niet meer met mensen. Dan denk ik echt, waar haal je dit vandaan? Het gaat allemaal nergens over, vindt Yvonne. Ook voor mij geldt vrijheid van meningsuiting. En zoals je zelf al een minuutje later zei in dezelfde show, ik heb het recht om iemand te kwetsen en pijn te doen, al vind ik het nogal overdreven dat je om een snackje, zo beledigd bent. Dan heb je toch ook nul zelfspot, come on. Yvonne vindt het nogal zwakjes dat Saskia zo meehelt met Rachel. Zij is degene die onder de zonnebank gaat, toch? Want daar gaat het om. Je hebt gewoon net iets te lang onder de zonnebank gelegen, meid. Ben je daar zo van gekwetst? Maar goed, ik mag dus blijkbaar helemaal niets meer zeggen, maar denk maar niet dat ik me daaraan hou.